Hoi lief jij en welkom terug op mijn kanaal. Toen je erachter kwam dat je zwanger was, was waarschijnlijk een van de eerste dingen die je deed uitzoeken wat je uitgerekende datum was. Toen je eindelijk bij je verloskundige langs mocht komen voor je eerste controle, kreeg je waarschijnlijk weer een nieuwe uitgerekende datum. En bij de eerste echo, waarbij ze de grootte van je baby en je baarmoeder meten, kreeg je misschien wel opnieuw een andere uitgerekende datum. Iets wat je hier al uit kunt opmaken is dat een uitgerekende datum een schatting is die door je verloskundige wordt gemaakt aan de hand van verschillende cijfers. Dus in deze video ga ik het hebben over waarom jou eerder zou moeten uitgaan van een uitgerekende maand in plaats van een uitgerekende datum. En waarom het zo belangrijk is om meer vertrouwen te hebben in je lichaam en je baby dan op een uitgerekende datum door iemand anders. Mijn naam is Pleunie. Ik werk als doula en geboortecoach en het is mijn passie om vrouwen alles te leren over de bevalling, zodat zij vanuit vertrouwen, rust en liefde hun baby kunnen baren. Ben jij nou nieuw op mijn kanaal of heb je het nog niet eerder gedaan? Vergeet je dan niet te abonneren, want zo zul je mijn toekomstige video's niet missen. Dus allereerst, hoe berekenen we eigenlijk die uitgerekende datum? Jouw uitgerekende datum wordt berekend door 280 dagen vanaf het begin van je menstruatiecyclus bij elkaar op te tellen. Dus met de eerste dag dat je begon te bloeden op je menstruatie plus 280 dagen. Alleen al dit is soms lastig omdat de helft van de zwangerschappen niet gepland zijn en je misschien wel helemaal niet bezig was met wanneer je voor het laatst ongesteld bent geweest of wanneer je ovuleerde. Hierdoor is deze methode redelijk onnauwkeurig. Bovendien gaat deze manier om uitgerekende datum te berekenen ervan uit dat vrouwen een cyclus van 20 dagen hebben waarin ze vruchtbaar zijn tussen dag 10 en 17. We weten echter dat niet elke vrouw hetzelfde is als het gaat om de menstruatiecyclus. Een andere reden waarom dit niet de meest nauwkeurige methode is, komt doordat de andere vorm van meting wordt geschat op de meting van je baby tussen 8 en 12 weken door middel van een echo. Meestal is hoe eerder in de tijdspanne van weken het meest nauwkeurig. Maar nogmaals, er zijn ook fouten met die vorm van schatting, omdat de baby wordt gemeten van hoofd tot billen. Wat ze doen op een scherm met behulp van een computermuis. Ten eerste kan die meting van persoon tot persoon verschillen. Van waar ze met de muis klikken, en omdat het in millimeters meet, kan het kleinste verschil een verschil betekenen in de uitgerekende datum die je baby krijgt. En het laatste is dat onze vormen en maten ook variëren. Het is dus moeilijk te geloven dat elke baby, zelfs zo vroeg in de zwangerschap, allemaal in hetzelfde tempo groeit en naar verwachting allemaal even groot zal zijn. Sommige ouders zijn langer en groter en zullen grotere baby's krijgen. Anderen zullen kleinere baby's hebben, wat tot uiting komt in de baarmoeder. Uit onderzoek is gebleken dat het uitrekenen van de datum aan de hand van het meten van de baby via een echo de uitgerekende datum kan variëren van 5 tot 7 dagen voor of na de datum die aan de ouders is doorgegeven. Nu zeg ik niet dat je niet mag toeleven naar deze uitgerekende datum, want uit mijn eigen ervaring weet ik hoe bijzonder het is om die ene datum voor je te zien. Maar het is vervelend als je zo erg vastklampt aan die ene datum dat je teleurgesteld kan zijn wanneer deze dag verstrijkt en je baby nog niet is geboren. En aangezien slechts 5% van de baby's daadwerkelijk op de uitgerekende datum komt, voelen vooral de andere 95% van de ouders zich een beetje onzeker, omdat ze denken dat hun baby niet is gekomen, terwijl dat wel de bedoeling was. Daarom wil ik je aanmoedigen om je uitgerekende datum echter meer als een uitgerekende maand te zien. Je uitgerekende datum is een totale schatting. Dus weet dat je baby een paar dagen of zelfs weken eerder kan komen dan die schatting en zeer waarschijnlijk ook een paar dagen of weken later kan komen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap niet moeten worden aanbevolen om voor 41 weken zwangerschap een inleiding te ondergaan. En zelfs daarbuiten zouden vrouwen die geen tekenen van risico vertonen op natuurlijke wijze moeten kunnen bevallen als ze dat willen. Omdat de uitgerekende datum van je baby een schatting is. Het is moeilijk om met zekerheid te bepalen wanneer de baby klaar is om geboren te worden. De beste manier om hier achter te komen is wanneer jouw baby besluit om geboren te worden. Hoe meer je je gedachten kunt verplaatsen naar een mindset van een geboortemaand, hoe meer ontspannen je zult zijn naarmate die tijd nadert.
omdat je erop kunt vertrouwen dat wanneer je baby er klaar voor is, hij zal worden geboren. Tijdens de laatste weken van je zwangerschap geef je antistoffen door aan je baby, die hen zullen helpen infecties te bestrijden in de eerste paar weken van hun leven. Baby oefent met zuigen en slikken, zodat ze bij de geboorte effectiever borstvoeding kunnen krijgen. Je baby bouwt zijn ijzervoorraden op en ze komen aan in gewicht. Dat hun zal helpen de lichaamstemperatuur na de geboorte te reguleren. En hun hersenen en longen maken de laatste rijping mee. Er gebeuren dus veel echt belangrijke dingen in die laatste dagen en weken voordat de geboorte plaatsvindt. Dus omdat de uitgerekende datum zo onvoorspelbaar zijn en omdat er zoveel belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden in die laatste dagen en weken voor de geboorte, is het zoveel belangrijker om het vertrouwen te hebben in dat je baby zelf perfect weet wanneer het tijd is om geboren te worden. Geduld is een schone zaak. Zeker in die laatste weken, waarvan ik zelf ook weet hoe moeilijk dat geduld ook kan zijn, omdat je zo graag je baby wil ontmoeten. Maar weet dat je baby ook in die laatste weken en dagen zoveel mooie ontwikkelingen doormaakt, voordat hij of zij klaar is om geboren te worden. Ik hoop dat je deze video interessant vond en dat ik je heb mogen inspireren en informeren. Vergeet niet deze video een like te geven en eventueel een reactie voor mij achter te laten, want dit support heel erg mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag terug bij een van mijn volgende video's. Bye!